Toevallig nog wat plastic flessen thuis? Bij People's Pavilion Plastic Station willen ze het graag hebben. Het materiaal wordt ingezameld om een plastic gevel te maken voor het People's Pavilion. En dat komt er dan ongeveer zo uit te zien. Het paviljoen komt op het Ketelhuisplein tijdens de Dutch Design Week in oktober. Het hele gebouw bestaat uit gerecyclede materialen. Er is 10.000 kilo plastic voor nodig en dat wordt ingezameld op strijp S. Niet alle plastic soorten kunnen gebruikt worden. Het gaat met name om hard plastic, zoals een fles of emmertje.